Dit is de toegang van het munitiedepot van Defensie. En binnen dit gebied geldt een veiligheidszone. Hoogbouw, zoals windmolens die 200 meter kunnen zijn, ja, is hier niet toegestaan, zegt Defensie. Ze hebben daarom ook schriftelijk bezwaar gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Wij Duurzaam Stappos heeft een plan ingediend. En daarin zijn een aantal opstellingsvarianten zitten daarin. Er zitten vier opstellingsvarianten in. Twee van die varianten, daar liggen de windmolens helemaal buiten de zone. Bij twee andere varianten, daar ligt één windmolen binnen de zone. Maar toch denkt het college wel mogelijkheden te zien om de windmolens hier zo dicht bij het munitiedepot te plaatsen. Maar er kan nog geschoven worden binnen de varianten. En het is ook zo dat dat een windmolen binnen de zonering ook mogelijk is wanneer er een risicoanalyse gedaan wordt. Maar hoe is het nou mogelijk dat er dan plannen liggen waarbij windmolens binnen die veiligheidszone zijn ingetekend? Omdat het niet per definitie onmogelijk is dat een windmolen binnen zo'n zone terechtkomt. Het is mogelijk wanneer er een risicoanalyse gedaan wordt. Maar los daarvan is wij Duurzaam Stappos in gesprek met Defensie, maar ook met alle andere belanghebbenden in het gebied, om goed en zorgvuldig te kijken van wat is de beste locatie om de windmolens in de Lommert te plaatsen. Een reactie voor camera en voor de microfoon van RTV Oost wil Defensie nu nog niet geven. Ze willen eerst in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. En dat gesprek zal er dan vooral op gericht zijn om plannen te wijzigen, zodat molens niet zo dicht bij een munitiedepot komen.